wat leuk dat je kijkt naar Timeline op 7 Ditches. Mijn naam is Lars Seurensen. En in deze uitzending gaan we eens even uitpluizen hoe dat nou zit met startups. Je hoort ze om je heen. Iedereen op sneakers en met een laptop met een paar stickers erop noemt zich tegenwoordig een startup. Maar ja, hoe maak je dat nou eigenlijk succesvol? En als je dan er al een boek over schrijft, wat ga je dan onderzoeken? Want wat is er eigenlijk allemaal over te zeggen en te schrijven? Nou, we gaan in gesprek met een gast die je eerder hier hebt kunnen zien op 7 Ditches. Maar nu in een hele andere functie. Quinten Schevernels. Yes, schoof eerder hier aan als de directeur van Layer toen nog bij collega Sarah van Gorp. Ja. En sinds die tijd, een hoop veranderd, je ook al heel eens 3 jaar geleden, man. Dat ja. Dit tijdperk is natuurlijk de hele wereld is dan anders. Ja. Ja. Waarom ben je weg bij Layer? Verkocht. Hoppakee. Ja. Was er klaar mee? Of, Ja, eigenlijk ook wel. Ja, niet per se met Layer, maar wel gewoon de impact die zo'n start-up heeft. Ongelooflijk veel reizen over de hele wereld heen. En dat vond ik eigenlijk na 2 jaar vond ik dat wel genoeg. Dus toen we het konden verkopen en ik de keuze had, ga je mee of ga je niet mee, was voor mij vrij snel duidelijk niet mee. Lekker geboerd, nu ben je klaar? Ja, ik ben veel te jong om klaar te zijn. Ja, dan wil je nog niet klaar zijn. Nee, maar als we het zo bekijken, is het wel zo dat juist nu volgens mij augmented reality een vlucht neemt, toch? Als je kijkt met, nu de smartbrillen allemaal hip worden en zo en de virtual reality. Nou, ik bedoel, zo snel gaat het nog niet, hoor. Dus je ziet wel dat die markt zich ontwikkelt, maar dat gaat in mijn ogen nog heel erg langzaam. Dus echt stapje voor stapje. Ik denk dat het nog wel een jaartje of 4, 5 duurt voordat dat echt een beetje schaal begint te krijgen. En dat jij en ik ook echt gewoon in het dagelijks gebruik daar iets aan gaan hebben. Ja, precies. Dat gaat misschien dus wat langzamer. Ben je daarom er even uitgestapt? Stap je over een jaar of wat weer in? Zo makkelijk is het. Nee. Niet in die markt. Nee, dat is niet een markt waar ik soort van... Ik heb altijd gedroomd om iets te doen met augmented reality. En dus vond ik het heel erg leuk om de CEO van Layer te worden. Dat is een hele interessante markt. Maar er zijn nog veel meer markten die ook interessant zijn. Ja. Nou ja, achtergrond staat hier een beetje in beeld. Hè? Randstad, Telegraaf Media Groep, VNM Media. En je hebt met Sarah uitgebreid daar over je hele carrièrepad gehad. Dus kijk die uitzending vooral even terug als je dat leuk vindt om te zien op onze website. Of in de app kun je hem makkelijk vinden. Ik wil het met jou nu hebben over waar je dus nu mee bezig bent. Pak even een tweet erbij. Vind ik altijd leuk om te beginnen. Lazy Family Sunday. Huppakee. Met de shoelbak. Want ik zat te denken, hoe kan ik jou introduceren? Dus als CEO, media man, boeddhist, heb ik begrepen uit dat... Ja, klinkt wat zwaar, maar wel fan van boeddhisme. Precies. Ja. Maar dat is ook familieman en shoelkampioen. Heb je gewonnen? Nee, dat ben ik niet. Dat is mijn zoontje Mats. Ja, heb je van hem gewonnen? Nee. Nou, van hem wel, maar niet van mijn dochter daar rechts, Tess. Die wint meestal. Ja. Want jij zei net al even, Layer, dat betitel jij als start-up ook. Ja, dat vroeg zeker heel veel van je... Dat is 3 jaar geleden, dus dat kleine mannetje... Ja, die was er niet. Die was er nog niet? Nee, toen ik verkocht wel, maar toen ik begon bij Layer was hij er nog niet. Nee. Want is dat ook iets, wordt dat veel onderschat? Die impact die het ook heeft, zo'n start-up, op bijvoorbeeld je Lazy Family Sundays? Die Sunday die komt meestal nog wel goed. Nee, maar dat is denk ik wel een ding, hoor. Echt een start-up neerzetten, ontwikkelen, managen, dat is gewoon super intensief. Dat is echt topsport en dat is hartstikke leuk. Maar daar moet je ook wel wat voor laten. Dus je moet het wel echt heel graag willen om dat te kunnen opbrengen. Ja. En in mijn geval was dat, ik heb het altijd hartstikke leuk gevonden, hoor. En ook de jaren daarvoor altijd ontzettend veel gewerkt. Maar dit was voor mij qua timing kwam het heel mooi bij elkaar met, nou ja, wat je zag, drie kleine kinderen. Om dan even wat meer ruimte te hebben, dat vond ik wel heel welkom. Ja. Je tweet ook, die pakken we er gewoon gelijk bij. Volgens mij een hele gave graphic van Anna Vital. Of Anna Vital, wat is het? Als afzender, waarin dat ook een beetje voorbij komt. Hè? Zo van, die heb ik namelijk gehighlight, ook het mooiste. Don't die. Omdat bovenin. Ja. Dit zijn allemaal dingen, hoor, trouwens. How to succeed in a startup. Er gebeurt nogal wat als je in zo'n start-up zit. Deze tweette jij omdat je bezig was natuurlijk met je boek. We gaan het daar over hebben. Suits en hoodies. Ja. Misschien wel een beetje plagerig, maar wat maakt jou specialist over start-ups? Je hebt toch alleen bij Layer gewerkt als het gaat om start-up? Ja, vooropgesteld. Ik pretendeer natuurlijk ook niet dat ik een specialist op dat terrein ben. Ik heb alleen inmiddels wel behoorlijk wat ervaring. Dus je kan kijken naar start-ups, echt een start-up die helemaal autonoom staat. Maar als ik bijvoorbeeld kijk naar de periode dat ik bij VNU Media heb gezeten, dan hadden we eigenlijk in het portfolio dat ik managede, daar zaten een aantal start-ups. Daar zat Tweakers in, daar zat Intermediair Online in, daar zat Nationale Vacaturebank in. En dat waren eigenlijk ook de
hele manier hoe wij dat managen, waren dat een soort interne start-ups. Dus daar zit bij mijzelf zit daar wel behoorlijk wat ervaring van dingen die goed gaan, dingen die fout gaan. Maar ik denk veel belangrijker nog al nu een jaar of 10, 12 een bovenmatige interesse zeg maar rondom alles wat er gebeurt met innovatie, organisatie, vernieuwing, marketing. Dus ik lees er heel veel over, ik praat er veel over. En toen vond ik het een mooi moment om er een boek over te schrijven. Ja, maar er zijn ongetwijfeld mensen die er nog meer verstand van hebben. Dat boek is gewoon hoe ik er naar kijk. Ja, dat is gewoon jouw visie. Dus ja. In de volgende tweet zetten we er even bij. Dan hebben we ook de cover gelijk even in beeld. En je had er ook zo'n dingetje bij gezet. How do you dress for work? Suits of hoodie? Ja. Want dat is ook wel een beetje die sfeer die ik misschien in de introductie ook schetste. Hè? Is dat ook, het is een beetje hip om een start-up te hebben. Hè? Met afgetrapte gimpen en een capuchon-trui. Kijk maar. Ja, precies. Een paar stickers op je laptop. Ja, dat heb ik dan niet. Maar. Jij bent dus gaan onderzoeken voor de boek. Wat kom je tegen? Ja. Is het vooral een scene waar je bij wil horen? Nou, niet alleen hoor. Dus even waar het verhaal eigenlijk een beetje begint, is als je kijkt naar onderzoek, is het maar een heel klein percentage van de start-ups die uiteindelijk succesvol wordt. En dat fascineerde mij wel. Er is een onderzoek gedaan recent door Deloitte, heel groot internationaal. Maar Y Combinator, zo'n seed investment club in Amerika, daar ook onderzoek naar gedaan. En dan zie je eigenlijk dat zo grof tussen de 1 en de 2% van de start-ups wordt succesvol. Dat is natuurlijk ongelooflijk laag. Wat gebeurt er met de rest? Ja, dat is interessant. Ongeveer de helft gaat gewoon failliet binnen 3 jaar. Dus die zijn van het veld af. En misschien dat die ondernemers weer terugkomen en dan wel succesvol zijn. Maar die redden het in ieder geval niet. En een groot deel, ja, bestaat wel, maar dat noemen ze dan een beetje Land of the Walking Dead. Ja, ja. Dus kunnen net overleven, misschien een beetje fee uit het bedrijf halen en dat is het dan. Dus wat je vooral ziet is degene die wel succesvol zijn, daar zit een enorme drive en professionaliteit. En je ziet aan de onderkant zie je wel heel veel, ik noem dat een beetje hobbyisme instromen. Omdat de drempels om een start-up te beginnen, ja, die zijn natuurlijk ontzettend laag. Ja. Dus vroeger wou je trainee worden bij Unilever, ABN AMRO of Shell. Of je ging op wereldreis. En ik denk dat het nu heel makkelijk is voor sommigen om gewoon, we doen een Starbucks. In de Starbucks gaan we zitten, laptopje en start-up. We hebben een idee. En wat onderscheidt dan? Interessant, jij zegt, ja, die 1-2% die doorgaan, die zijn professioneel. Prachtig, maar je moet natuurlijk ook nog een idee hebben wat inderdaad wat hout snijdt. Maar wat kom je daar nog meer tegen? Zijn er bepaalde is er een bepaalde leiderschapsstijl die maakt dat het lukt? Of is het, wat zit er achter die succesvolle? Ja, dus waar ik in het boek eigenlijk naar ben gaan kijken, dat begon dus met dat onderzoek. En dan ga je vervolgens kijken van oké, degene die succesvol zijn, is er iets dat zij gemeen hebben met elkaar? En als je daar dan over gaat lezen en over gaat praten met mensen, dan is mijn conclusie daarvan eigenlijk dat er een soort 7 onderwerpen zijn. En die onderwerpen, dat lijken wel de basics voor succes. Dus als je aan die randvoorwaarden niet voldoet, dan wordt het heel ingewikkeld om succesvol te zijn. Noem maar een paar. Je hoeft niet alles weg te geven uit je boek. Essentials heette die dan in het boek. Één hele belangrijke is product. Dus je moet echt wel een product hebben dat in de ogen van de gebruiker echt wat toevoegt. Dus de meeste start-ups zijn uiteindelijk geen succes, omdat het product niet aansluit bij de behoeften van klanten. Ja. Dat klinkt als een enorme open deur. Ja, ik wou zeggen. Maar het gebeurt ongelooflijk vaak. Ja. Maar ik ontmoet veel start-up ondernemers die dan hulp nodig hebben of een beetje geld nodig hebben. En je staat er verbaasd van hoe vaak je doorpraat over het product en met welke klant heb je gesproken, wat vinden die ervan. En dat gewoon daar in de basis, dat het al niet klopt. Dus product is een hele belangrijke. Maar hoe kan het dat die, want dat zie ik dan ook vaak. Dus natuurlijk ook, je hebt de start-ups, maar daaromheen ook een hele schil met mensen die het heel hip vinden om in de start-ups te investeren. Jij bent zelf ook investeerder. Ja. Soms ligt het daar ook niet aan. Ja, wij zeker. Willen ook heel snel geloven dat we aan het investeren zijn in de nieuwe Facebook of Hoop. Of Uber. Ja, ja, is dat tuurlijk. Het ook? Ja, denk ik wel. Ja, en je hebt de alternatief is geld op de bank zetten. Dat levert helemaal niks op. De beurs, zijn niet zo heel veel jonge bedrijven in de beurs waar je in kan investeren. Ja, dan wordt het steeds makkelijker om in start-ups te investeren. Ja. Dus het stond een tijdje terug in de New York Times een aardig artikel waarin ze zeiden, vroeger als je midlife crisis kreeg, dan kocht je een Porsche. En nu word je angel investor. Ja, ja. Ja. Nou, en is dat voor jou ook zo? Zie je het tegen de midlife crisis aan? Ga ik toch maar een beetje Porsche investeren? Nee, helemaal niet. Nee, dat gevoel heb ik helemaal niet. Nee, ja. En ik hoop ook dat ik beperk mij bijvoorbeeld in de paar investeringen die ik doe. Ik beperk me heel erg tot de markt die ik goed snap. Dus ik blijf ook echt wel weg bij markten die ik niet snap. Dus ik hoop dat dat op termijn wat uitmaakt. Welke markt is dat? Welke start-ups mogen jou bellen als ze geld nodig hebben? Nee, ik ben heel erg aan de consumentenkant. Ja. Niet te ingewikkelde dingen, dus biotech en zo, daar moet je echt verstand van hebben. Dat heb ik helemaal niet, dus dat werkt niet voor mij.
Ik heb veel ervaring met, bij Layer hadden we echt een SaaS-oplossing. Dus de dynamiek achter zo'n model snap ik redelijk goed. Marktplaatsen, dat snap ik redelijk goed. Dus daar kan ik ook, heb ik het idee dat ik vrij snel kan inschatten, klopt het een beetje, klopt het niet. En ook dat ik ondernemers een beetje kan helpen, omdat ik daar ervaring heb. Dus ook op een gegeven moment kan zeggen van, goh joh, als je nou hiernaar gaat kijken, hou dit en dit een beetje in de gaten. Want ik heb dat toen fout gedaan, ik zou het nu anders doen. Ja. Of we hebben het goed gedaan en het werkte heel lekker. Je had het over die 7, wat was het, features? Of, essentials. 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 Eén ja. was product, heel erg belangrijk. Ja. Noem er nog eens één of twee. Focus, hele belangrijke. Dat zie ik ook wel veel bij start-up ondernemers. Die zijn natuurlijk, als je een bedrijf begint, dan ben je van nature positief. Zie je kansen, opportunistisch. Die willen ook vaak op alles inspelen. Het is juist heel belangrijk dat je je beperkt tot een aantal dingen. En die dingen gewoon verschrikkelijk goed gaat doen. En niet te veel verschillende dingen tegelijkertijd. Dat verwatert als het ware. En dan wordt het geen succes. Ja. Dus focus is ook echt eentje waar je het gewoon heel vaak fout ziet gaan. En je ziet eigenlijk ook als je interviews leest met Steve Jobs, Bill Gates, dat soort figuren, dat die bijna unaniem zeggen dat focus de belangrijkste reden is dat zij succesvol zijn geworden. Oké, maar dat is ook, over die mensen lees je vervolgens ook, hè, dat ze onuitstaanbaar en antisociaal en op het psychotische af kunnen zijn. Ja, ja. en ik zag in dat model van Anna Vital ook wel weer, dat is juist ook belangrijk dat je goed kan samenwerken. Ja. Dus hoe balanceer je dat dan? Ja, 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 god, dat is uiteindelijk moet je een soort, een van die andere essentials is talent en dan heb je cultuur. Je moet natuurlijk wel talent om je heen kunnen verzamelen, dat ook mee wil helpen aan die grote droom die je hebt. Maar bij Steve Jobs is dat denk ik toch een beetje zo hard liefde. Want je hoort ook wel mensen die heel lang met hem hebben gewerkt, dat het een soort, dat hij ook wel weer het beste uit mensen wist te halen en zo. En dat ze het ene moment vervloekten ze, met het andere moment vonden ze het geweldig om met hem te werken. Ja, die essentials, ik heb er even over dat, dat zijn bijna obsessies vaak voor bedrijven. Ja. Maar soms wel nodig voor succes. Alle essentials natuurlijk in jouw boek. Weet je, we gaan geen boekpromotie maken. Maar dan, we hebben het nu heel erg over startups. Daar gaat jouw boek ook over. Mm-hmm. Ik moet wel zeggen, ik kom ook heel veel berichten tegen van, ja, moeten we er eigenlijk wel daarop focussen? Hier een tweet. Het is niet van jou, maar ik was aan het googlen natuurlijk op startups. Nelly Kroes natuurlijk nu nog betrokken bij Startup Delta. En die dan zegt, ja, we hebben heel veel poen. Maar we krijgen het niet voor elkaar om dat naar de goede projecten. En als je dan gaat lezen, dan gaat het inderdaad ook over die kansrijke startups. Die 1-2%. Ja. Moeten we daar ook niet veel meer op focussen? En het hele woord startup misschien eventjes uit het vocabulaire schrappen. Meer over de scale-up gaan hebben. Ja, nou de scale-up zie je, vind ik, het afgelopen half jaar zie je die term meer en meer terugkomen. Dus dat vond ik aan de ene kant was een soort validatie, omdat ik het in het boek ook veel gebruik. En tegelijkertijd dacht ik, het is ook een beetje jammer dat het nu al heel veel komt voordat ik klaar ben met mijn boek. Maar ik denk dat je wel gelijk hebt. Alleen je wordt pas een scale-up nadat je een starter bent geweest. Hè? Dus het een sluit het ander helemaal niet uit. Maar ik denk wel dat het zaak is dat we meer gaan kijken naar binnen die categorie van de startups. Niet verder stimuleren dat er meer instroom komt. Want ik denk dat er meer dan voldoende instroom is. Maar eigenlijk kijken naar binnen die pool van startende ondernemers. Hoe kan je daar zo snel mogelijk het kaf van het koren scheiden? Ja. Dat je ook meer gericht zeg maar gaat schieten. Geld gaat investeren of hulp gaat bieden. En niet met hagel gaat schieten. En dat zie je wel veel gebeuren. Ik denk dat ook veel investeerders dat doen. Veel venture capital partijen doen dat. Ja, dat is toch een beetje spray and pray. Dus gewoon uitzaaien en hopen dat er eentje bij zit die een succes wordt. Dat is een beetje, en ik denk dat het wat selectiever zou moeten. Ja. Ja, want ik krijg een beetje het gevoel dat nu zijn we zo gericht op die startups. En daar gaat Startup Delta natuurlijk over. Die het beste klimaat creëren voor die startups om hier. Ik kan wel een heel mooi klimaat creëren. Maar ja, als je vervolgens alleen maar op instroom zit en niet op doorstroom, dan gaat het je als land niet zo vol opleveren. Want deze is wel van jou, die volgende tweet, die ging daar ook over. Je was het heel erg eens met een artikel in de krant. Ik heb hem maar half op kunnen zetten. Ja. Maar dat die jonge bedrijven, die dragen nog helemaal niet bij aan. Daar is vaak niks te halen nog. Nee. Dat was een van de dingen waar Nelly Kroes volgens mij ook voor pleitte. Om dat nog aan te passen. Ja, dit is recent in het Financieel Dagblad inderdaad. Waar het heel erg gaat over, richt je nou meer op die scale-ups. In plaats van alle tijd en energie stoppen in die start-ups. Maar veel meer die selectie maken. Ja, daar ben je absoluut mee eens. Ja. Ja. Jouw boek. Voor wie heb je dat nou eigenlijk geschreven? Is dat voor die op gimpen lopende
met laptop bestikkerde types. Ja. Die zeggen, ja, we rollen net van de universiteit en we willen ook een start-up. Of is dit juist ook om mensen misschien een beetje op... denken nog even goed over na. Wat wil je eigenlijk bereiken? Ja, nou, wat ik heel mooi zou... Kijk, als wij even de aanname doen, 1% van de start-ups is succesvol nu. Als we daar zeg maar 4-5% van kunnen maken, is de impact natuurlijk echt gigantisch. Hè? Als je dat in Nederland voor elkaar krijgt, is het waanzinnig. Als ik daar een stukje bij kan helpen met dat boek en de kennis en ervaring die ik heb en de inzichten, zou dat geweldig zijn. Ja. En dat begint dus inderdaad bij degene die overwegen om een start-up te gaan beginnen. Maar ook mensen die al in een start-up zitten. Maar de andere kant van het boek is een beetje gericht op de corporates. Waar vaak heel zit ook talent, veel klanten, veel geld. Om die corporates ook uit te dagen van hoe kan je nou zorgen dat je als corporate ook succesvol vernieuwt en innoveert. Want het is natuurlijk niet zo dat innovatie alleen maar komt van start-ups. Er zijn ook corporates die dat heel goed kunnen doen en heel veel die ermee worstelen. Geef eens een voorbeeld. Nou, ik vind bijvoorbeeld Ahold vind ik een bedrijf in Nederland wat behoorlijk succesvol is met innovatie. Of je nou kijkt naar allerhande wat ze daar doen, de acquisitie van bol.com, een marktaandeel dat decennia lang waanzinnig hoog is. Dat is een bedrijf wat misschien niet zozeer hele disruptieve innovatie doet, maar wel hele succesvolle innovatie. Apple is met geen enkele definitie een start-up te noemen. Hè. Dat is gewoon echt een corporate bedrijf wat wel extreem succesvol innoveert. Ja. En ik denk dat daar ook veel meer inspiratie uit gehaald kan worden door heel veel traditionele bedrijven die op momenten misschien een beetje verlamd in de hoek zitten en denken van ja, wij kunnen dit nooit winnen. Dan kom ik bij heel veel bedrijven binnen. Dat is hartstikke leuk. En dan hoor je dat ook vaak van ja, Lars, dan doen we soms een start-up bootcamp, weet je wel, in het bedrijf. Een hackathon, ja. Maar waar je tegenaan loopt volgens mij, is een van de essentials die je net al noemt, als onderdeel van de essential, is volgens mij toch gewoon cultuur. Ja. Want die mensen op Gimpen, die bereid zijn om op een zolderkamertje met een paar pizza's een bedrijfsidee te ontwikkelen, daar hangt nog niks van af. Die worden niet afgerekend op KPI's of op ROI. Dus grote bedrijven en innoveren als een start-up klinkt toch bijna als een contradictie in termen. Nou, ik denk dat dat niet helemaal waar is, hoor. Dus je hoeft dat niet helemaal na te bootsen wat een start-up doet. Maar er zitten natuurlijk wel een aantal elementen in waar je best wat mee kan. Cultuur is natuurlijk best een lastige. Hè, omdat je vaak een traditioneel bedrijf heeft dus traditie. Mensen die vaak lang in een bedrijf zitten, die gewend zijn bepaalde processen al heel erg lang te doen. Te veel managementlagen. Ja, vaak ook. Ook een soort veiligheid van mijn salaris is gegarandeerd. Ik heb een mooie leaseauto. Ik heb ATV-dagen. Ja, dat conflicteert natuurlijk ook met ondernemerschap. Maar dan kan je ook op een andere manier gaan organiseren. En dan kan je gaan zeggen van oké, prima. Dan pakken we nu een aantal mensen, die gaan we ernaast zetten. En die geven we veel meer ruimte en die gaan we op een andere manier aansturen. Die laten we misschien in dat initiatief wat ze doen voor een stukje mee participeren als je denkt dat dat belangrijk is voor succes. Dus ik denk dat je dat wel degelijk kan doen. We hebben dat bij VNU hebben we dat best wel goed gedaan. Dat was echt een printbedrijf. En dat hebben we onderweg helemaal omgebouwd naar een online bedrijf. En eigenlijk door print als een apart bedrijf te behandelen en online als een apart bedrijf. Met eigen middelen, eigen mensen, af en toe ook gewoon knokkend met elkaar. Ja. Dus dat kan wel degelijk. Zeg je eigenlijk als je behoort tot die groep van 98% en of je neigt daar bijna naar te gaan horen, dan zit het gewoon echt in letterlijk in hoe organiseer je eigenlijk je groei? Hoe organiseer je de cultuur van het laten groeien van je start-up? Nee, want er zit wel meer in. Die 98% is wel echt heel erg breed. Hè. Daar zitten natuurlijk ook gewoon bedrijven in die na 4-5 jaar 10 miljoen euro omzet doen en 1,5 miljoen winst. Hè, dat is dan even de definitie van echt succes, zoals het ooit bedacht is. Ja. Vallen zij buiten die definitie, okay. Maar dan heb je nog steeds een prachtig bedrijf opgebouwd. Dus het is niet zo zwart-wit dat die 98% echt, weet je, dat het helemaal niks waard is. Dus die gewoon beter kunnen stoppen. Nee, dat nam ook weer niet. Nee, maar er zitten wel een aantal bij die zo'n beetje voortmodderen. Nou, ja. Dan moet je de vraag stellen, is dat nou verstandig of niet? Nu je dit boek geschreven hebt, komt er weer een start-up? Het boek is een start-up. Nou, komt er voor jou? Ga je zelf ook iets opzetten? Ja, ik ben nu, de afgelopen 6 maanden ben ik bij 2 start-ups echt betrokken als founder. Maar dan binnen dat team eigenlijk volledig in tegenspraak met mijn boek ben ik de enige die daar niet dedicated mee bezig is. Geen focus heeft? Op mijn rol. Hè. Dus veel meer het is toch een beetje een mentorrol dan meer.
Nee, weet ik niet. De tijd zal dat wel leren. Ik ben echt een hele bewuste fase ingegaan naar de verkoop van Layer, waar ik me heel erg richt op de dingen die ik gewoon hartstikke leuk vind om te doen. En wel zie waar dat uitkomt. Er zit helemaal geen plan achter. Nee. Suits en hoodies in de betere boekwinkels, zeggen wij dan. We spraken met Quinten Schevenhels. Dankjewel voor dit inzichtje in start-up-land. Of moeten we het misschien beter scale-up-land gaan noemen? Nou ja, als je zelf met je gimpen en je laptop vol stickers zit te kijken en je denkt, ja, ik wil er meer van weten. Kijk even naar dat boek of misschien kom je in contact met investeerder, coach en adviseur Quinten Schevenhels. Vond je dit een leuke uitzending? Stuur hem dan even door naar wellicht iemand anders die ook wat meer informatie over start-ups wil horen. Of vele andere uitzendingen die we hebben gemaakt bij 7 Ditches. Je kunt ze ook allemaal bekijken in onze gratis 7 Ditches app. Tot de volgende keer!